Advies en Bewegingscentrum Maassen bestaat dit jaar 30 jaar. Daarom organiseerde men de Beweegwijzerdag. Tijdens deze dag konden bezoekers informatie krijgen over gezond bewegen. Diverse sportverenigingen, organisaties voor ouderen en chronisch zieken, fysiotherapeuten en andere organisaties presenteerden zich op deze dag. Men kon kennis maken met een aantal sporten en ontdekken hoe het is om op je eigen niveau te bewegen. Olga Commandeur gaf een workshop bewegen. Half uur per dag bewegen, dat is belangrijk. Matig intensief. En dat kun je inderdaad bij jezelf nagaan of je matig intensief beweegt. Doordat je er een beetje van gaat hijgen, je voelt dat je hartslag iets omhoog gaat. Dus je lichaam vraagt om zuurstof. Dan ben je matig intensief aan het bewegen. En één troost, dat hoeft niet een half uur achter elkaar, hè. Dus je hoeft niet te zeggen van ik moet een half uur hijgen. Nee, dat mag ook in 3 keer 10 minuten. Mag ook. En wat voor de één matig intensief is, is voor de ander een eitje. Dus de één die is al met stevig huishoudelijk arbeid, dus stofzuigen, die gaat al hijgen. En de ander die moet daar echt een beetje voor gaan joggen om te gaan hijgen. Dus dat is bij de één en bij de ander scheelt het nogal. Hak je voor, kijk. 3. Achterknip. Er zit er een geld in en dat zie je altijd. Met problemen en met Nee, dat kun je ook noemen als schakelhockey. Ja, ja, dat is niet. Ja, we bewegen hier en we gaan op de rivo. Ik zie hier een paar gerolles met...